Vandaag gaan we kijken naar de meest dure fouten die mensen gemaakt hebben. En we hebben hier de allereerste tijdens het bowlen, bro. Hoe kan je tijdens het bowlen zo'n dure fout maken? En we hebben hier gelijk de volgende. En dit is een vliegtuig die onder een brug wil gaan. Maar oh, iemand heeft een fout hier gemaakt. En het vliegtuig is dus hoger dan de brug, waardoor er heel veel schade is aan het vliegtuig. En het vliegtuig is duur. En dit is iemand die zijn vriendin ten huwelijk gaat vragen, volgens mij. En hij laat de ring vallen. Hij laat de ring in het water vallen. Bro. Oh, wat? Oké, dat is echt heel erg. En dit is een Range Rover die in de car wash gaat. Maar de achterbak gaat per ongeluk open, waardoor er dit gebeurt. Letterlijk, de achterbak breekt gewoon letterlijk af. En wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Oh, nee. Oh nee, oh de auto valt eraf. Oh. En als een auto op zo'n ding staat, dan betekent dat al heel vaak dat hij kapot is. Weet je wel, op zo'n sleepwagen. En hij viel dus van de sleepwagen af tegen een andere auto aan. Nu is hij extra kapot. Dat is een hele dure fout. Blijkbaar maken mensen tijdens het bowlen heel veel dure fouten. Zo, hoe kan je zo erg de baan missen? Hij zit er ook gewoon te beseffen van, hoe kan ik zo erg de baan missen? Hij gooit letterlijk tegen de paal naast de baan. Gaat hij dan nog een bowlingbal gooien? Gaat hij nou oprecht nog een gooien? Dit kan alleen maar weer fout gaan. Oh, of niet? Nou, die ging wel goed. Maar die eerste bal, daar heeft hij zeker goede schade mee aangericht. Dat is een duur potje bowlen. Lekker op de motorbike. Daar gaat hij dan. Hoppa! Oh nee. Oh nee. Daar gaat zijn motorbike. Oh jeetje. Oh, oeh. Ja, die, daar zit volgens mij ook wel echt wat schade aan. Zo, hij gaat ook echt ver naar beneden. Zo. Oké, ik hoop dat dat ding nog rijdt voor hem. Ik heb nog nooit een motorbike gekocht. Maar ik denk dat ze best wel duur zijn. Expensive fails. Oh nee, ze gaan het laten vallen. Hè? Ze gaan het laten vallen. Ja, ja, ja. Oh, dit was zo voorspelbaar. Dit was zo voorspelbaar. Oh, we hebben er nog één. Een hele grote taart had iemand besteld. En daar gaat de taart. Oh my god. Ik denk oprecht dat iemand hier echt dagen aan gewerkt heeft. En wat? Wat is hier gebeurd? Dit is een kantoor die helemaal overstroomd is. Zo. Hey, over dure fouten gesproken. Dit is gewoon een hey. Dit is de duurste fout tot nu toe. En we hebben hier iemand die VR aan het doen is. Oh nee. Oh. Wat doet hij? Wat doet hij? Hij springt letterlijk in de tv. De VR werd iets te realistisch. En deze mensen die tilden een koelkast op. En die koelkast is ook kapot. Ja, 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 ja. Misschien een nieuwe manier bedenken om koelkasten te tillen. Want dit is misschien iets te zwaar. Even een 90 miljoen superyacht can malfunction. Oh nee. Dit is een 90 miljoen superyacht die niet meer kan remmen. En daardoor gebeurt er dit. Dit is heel pijnlijk om te zien. Er is het lijkt oprecht alsof die jacht gewoon nul schade heeft. En of het vooral, zeg maar, alles om de jacht heen is wat schade krijgt. En dat is misschien maar beter ook, aangezien de jacht 90 miljoen heeft gekost, blijkbaar. Oei, oei, het is wel een hele mooie kleur, hoor. Ik zou een hele mooie jachtkleur. Mooi lichtblauw, past mooi bij de zee. Ja, voor de rest, misschien even ervoor zorgen dat hij voortaan wel kan remmen. Red Koenig Sack's frontlip. Oké, denk dat de Koenig Sack deze auto is. Sorry, autoliefhebbers, dat ik nooit van Koenig Sack heb gehoord. Maar, oh, ze hebben schade aan de voorkant gemaakt. Oh, nee. Ja, waarschijnlijk is dit een super dure auto. Ik heb nog nooit van Koenig Sack gehoord. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Het spijt me. Oké, we gaan verder. En we gaan verder naar dit op het industrieterrein. En we hebben hier een heftruck. Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Wat? Oh my god. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar die heftruck is nu kapot. En ik denk dat je nog best wel zal schrikken hoe duur zo'n heftruck is. Oké, iemand is hier lekker aan het zeilen. Wat kan er fout gaan, zou je denken? Nou, ten eerste is hij wel heel dicht bij de brug. Ik denk dat zijn zeilbootje eraan gaat. Oh, nee. Oh, nee. Ja, daar gaat hij dan. Ja, daar gaat hij dan. Oh, nee. Oh, nee. Daar gaat het zeilbootje. Oh, oh, het valt mee. Het valt mee. Het valt mee. Of het gaat nog door. Nee, nou ja, valt mee. Zeg maar, dat ding is alleen afgebroken. Ik weet niet hoe duur zo'n ding is, want ik heb nog nooit gezeild in mijn leven. Maar ik denk dat je wel kan schrikken van de prijs. Maar het kon ook zijn dat heel de boot omviel, dus op zich, het valt nog mee. Wat is deze gast aan het doen? Hij zit op een skateboard. Ik weet dat skateboards heel duur kunnen zijn. Hij gaat sowieso de skateboard breken. Ja, ja. Echt, dames en heren, je kan serieus schrikken hoe duur een skateboard kan zijn. Dit kan zo een skateboard zijn van 500 euro. En hij breekt hem. Ja, dan kan je wel even huilen. Dan heb je toch liever een PlayStation 5, denk ik, van die 500 euro. Oh, wat is hier gebeurd? Huh? Die vrachtwagen is omgevallen. Ten eerste, hoe lang is deze vrachtwagen? Dat ten eerste.
En oh nee, oh! Oh jee! Wat? Oké, okay, dat is echt lijp. Dat is echt lijp. Dat is een kapotte trein. Of ja, aan die trein zit 100% schade. En een kapotte vrachtwagen. A.k.a. dure fout. Oké, okay, we hebben hier iemand die het water in gaat rijden. Maar hoe denk je ook dat dit goed gaat aflopen? Dit gaat toch nooit lukken, maat? Ja. Ik weet ook niet in welke wereld dit nou realistisch was. Dat dit ging werken, maar dit is echt heel... Dit is niet heel erg slim. This hurts my soul. Oeh, heel veel mooie auto's. Oh, volgens mij Ferrari. Ja, volgens mij zijn het allemaal Ferrari's, toch? Of niet? Nou, in ieder geval heel veel dure auto's. Oh, Lamborghini ook. En... Oh, my... Oh! Oh, die vrachtwagen is omgevallen. Bro! Daar stonden oprecht echt iets van 40 supercars op. En die zijn dus allemaal... Oh, dat is... Dit is gewoon echt een paar ton aan kosten. De tankslang is kapot gegaan. En jullie weten, denk ik wel, hoe duur benzine deze dagen is. Nou, dit gaat een dure tankbeurt worden, denk ik. En hij kan die eens cancelen, zegt hij. Oh, oh, oh. Ik hoop dat ze die benzine niet hoeven te betalen. Watch the window, oftewel kijk naar het raam. Oké. Oh, mijn, oh, oh, oh. Ik dacht, hij gaat het raam kapot gooien. Dat dachten we allemaal. In plaats daarvan laat hij ons schrikken. Ik zeg je wel heel eerlijk, ik schrok niet echt. We hebben hier weer een superduur stukje marmer. En ja, ik denk dat ik al weet wat hier gaat gebeuren. Dit gaat omvallen. Dit gaat omvallen. Ja, val maar om. Val maar om. Bap, en een stukje marmer. Een super stukje. Ik kom niet eens aan mijn woorden, zo'n dure fout is dit. Maar ook zo'n domme fout eigenlijk. Het super dure stukje marmer, dat was even moeilijk om te zeggen, die zit in 1000 stukjes. Oké, okay, wat hebben we hier? Dit is gewoon een tekening. Dit is... Huh? Maar nee. Wat doet hij? Nee, dit was een optische illusie. Als jij hem ook zag, laat het even weten in de reacties hier beneden. Dit was geen dure fout. Oké, wat hebben we hier? Hij heeft een telefoon en hij wil daarmee een biertje openen. En daardoor, oh, breekt hij zijn hele telefoon af. Hoe top kan je zijn, bro? Expensive fill. Oh, alle wijnflessen gaan vallen. Oh, oh jeetje. Ja, dat is een expensive fill. Oh, nee. Oh nee. Bro, ik zweer het je. Je kan echt verbaasd zijn hoe duur wijnflessen kunnen zijn. Stel je voor dat zijn wijnflessen van 10, 20 jaar oud. Dan kunnen die wijnflessen zo 100 euro per stuk zijn. En ik zag er echt heel veel vallen. Hij boort een gat in het ijs. Hoe kan dit een dure fout worden? Misschien laat hij zijn boor vallen? Dat zou kunnen. Ja, dat... Hé, hey, ik voorspelde hem wel goed, man. Ik voorspelde hem wel goed. Ik weet niet hoe duur zo'n ding is, maar ik denk dat het aardig duur is. Het zag er namelijk best wel ziek uit. 10.000 euro tv. Zo. Oh, nee. Oh, nee. Oh. ik weet niet of die tv echt 10.000 euro kostte. Zo zag hij er tenminste niet uit. Maar hé, hey, misschien is deze video al 10 jaar oud. Dan kost zo'n tv echt 10.000 euro. Nou... Is dat niet meer zo? Nu kost tv's... Ja, zo'n tv kost niet vaak 10.000 euro. Maar stel je voor even dat die tv sowieso 10.000 euro kost. Dan is dit een dure fout. Dat kan ik je wel vertellen. Ik zou ook niet een tv van 10.000 euro zo op het randje houden van een helling. Maar dat ben ik. In ieder geval, dit waren mensen die super dure fouten maakten. Wil je nou nog meer dure fouten zien? Klik dan snel op deze video. Ja, dit is ook een hele leuke video. Dus hé, klik erop. Deze mensen maken nog durere fouten. Dus hé, als je dat wil zien, klik op deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik Mick out.